daarnaast in Almere. In Almere Poort zitten we. Dat is een nieuwe school die 6 jaar geleden hier is gekomen. We zijn nu uitgegroeid tot een school met ongeveer 600 VMBO-leerlingen en naar mijn idee rond de 400-500 MBO-leerlingen die nog in één gebouw zitten. VMBO-school zei ik al, BBL, KBL, GL en ook het Groene Lyceum wat we aanbieden. Dat betekent het VMBO dat ze in 3 jaar doen. Landbouwbreed is de richting, waardoor 5 werkplekkenstructuur worden aangeboden als bloem, dier, tuin, kas en koken. Dus dat is een beetje... We zijn heel erg bezig nu met de verbindende school. Vanuit Groenhorst werd een impuls gegeven om de loopbaanreflectiegesprekken eigenlijk op te pakken. Om mensen daarin te scholen. De locatie had de verplichting om 5 mensen minimaal te scholen daarin. Nou, dit project fietste langs. Ik dacht, dat is een mooie manier om mensen eigenlijk daarin op te leiden. En ook wel het social media wat op te pakken. Het blijft bij ons wel wat achter. En ik denk dat is een goede impuls om zo te starten. We zijn hier op Metameer, de vestiging Jenaplan in Boxmeer. We zijn in een locatie van 500 leerlingen, werken volgens het Jenaplan principe. Leerlingen kunnen hier tot en met HAVO VWO 3 volgen en VMBO van de eerste tot en met de vierde. We hebben alle leerwegen, huis, basis, kader en TG. Het motto van Metameer is bouw wie je bent. Dus, kijken naar het kind en van daaruit kijken naar de kwaliteiten en om van daaruit het kind verder te laten ontwikkelen. Mijn natuurlijke interesse naar het gebruik van sociale media op school, gecombineerd met onze zoektocht naar een soort digitaal portfolio in combinatie met met de loopbaancompetenties, met name het netwerken van onze leerlingen, om dat een extra impuls te geven. Het college is een brede school. Daar hebben we leerlingen van basis LWO tot HAVO eindexamenklas en VWO hebben tot en met de derde. We hebben hier ongeveer 850 tot 900 leerlingen. Waar gaan jullie voor als school? Waar gaan we voor als school? Om het beste uit de leerling te halen. En dan gaat het niet puur om leergebied, maar ook om het zelfstandige mensen worden. Ik zag hierin enorme verbetering om leerlingen te kunnen begeleiden en te helpen. Om keuzes te maken en om meer uit zichzelf te halen.